Ja, dit ben ik, of zo. jij identificeert je met deze aap. Ja, hoor. Ik weet niet, vroeger had je nog wel eens, dan sprak je met een vriendje af en dan ging je samen computeren. Dat was dan de afspraak, je ging gewoon computeren. Ja. Maar dat doen we tegenwoordig eigenlijk nooit meer. We zitten altijd een beetje zelf te computeren thuis. Ja. In je eentje. Ja. Dus wij dachten, misschien moeten we dat gewoon weer een keer samen gaan doen. Gewoon een keer samen gaan computeren. Als ik daar iets aan mag toevoegen, gaat het ook feit dat vloggen is gekaapt door de verkeerde mensen. Oh, ja. Dat zijn jouw woorden? Dat zijn mijn woorden. Maar kijk, vloggen komt van bloggen. Ja. Video loggen. Ja. Maar het oude bloggen was gewoon dingen op het internet verzamelen en dan zeggen, kijk, dit is er nog meer op het internet. Ja. Dat was een blogger. Ja. En een vlogger die zegt nu, kijk, dit ben ik. Dit is mijn hoofd. En hier zijn de woorden die uit dit hoofd komen. Ja. Maar wat wij gaan doen, ja, is vloggen. Wij gaan vloggen. Maar zoals het ooit echt bedoeld is. Gewoon wat het daadwerkelijk is. Oké, dat statement had ik nog niet bedacht, maar dat vind ik goed. Ja. En het is ook gewoon lekker zaterdagmiddag. Ja. Wij gaan gewoon eens even lekker kijken wat er allemaal te zien is op het internet. Ja, maar, oké, kijk. die ene keer dat je dan soort van denkt van, hé, godverdomme, ik zou ook eens mijn best doen en me omkleden, weet je wel? Ja. En me verkleden. En dan, dan zit je daar dan zit je er zo bij, een beetje lullen. Ik vind het knap hoe je zelfs de teleurstelling door dat masker heen kunt zien. Ja, dat vond ik ook heel grappig. Hebben ze daadwerkelijk afgesproken dat iedereen als Mario en Luigi moest en hij had het gewoon verkeerd begrepen? Of nee, ja, waarschijnlijk is hij dan Donkey Kong of zo, weet je wel. Iets saais. Maar ik vind het gewoon zo mooi dat het echt zo die... Ja, dit ben ik, of zo. jij identificeert je met deze aap. Ja, maar ook door die gezichtsuitdrukking. Hij heeft ook een soort lichaamstaal dat hij er eigenlijk liever niet zou willen zijn. Ja. Ja, kijk om je heen. Je zit met allemaal ludiek geklede mensen naar iets te kijken. Het is ook iedereen. Het is ook helemaal niet leuk, weet je. Het is ook niet... je bent als Luigi, haha. Dus het is niet echt leuk. Maar hij... er zit een soort tristesse in. Die me ontzettend aangrijpt. Ja. Oké, wat wil jij laten zien? Ik had een paar dingen. Wat ik op zich wel leuk vind om het over te hebben is hoe NASA zich profileert op social media. Hmm. Wat zij dus doen is, zij maken ook voor elke missie die zij hebben, maken ze ook een Twitter-account aan. Dus ze hebben hier bijvoorbeeld, dit is van de Juno Mission. Mm-hmm. Nou, Jupiter is wel vet, het is wel echt grote... Het is gewoon de grootste planeet. Dat is wat je altijd leerde bij... Wat ik het grappigste vind... Daar moest ik eigenlijk altijd een beetje om lachen. Is dat hij in de ik-vorm praat. Die satelliet. All systems go. Today I make my 9th science flyby over Jupiter's cloud tops. Zeg maar, dan zie je gewoon iedereen die dan op Twitter plaatst van... Heb je deze fucking column gelezen? En dan heb je die satelliet ergens bij Jupiter. Hallo! Hallo jongens! ik ga om Jupiter heen vliegen. Ah. Dat vind ik dus heel vet. En maar is dat dan ook een soort subtiel sociaal commentaar van de NASA? Van, hey jongens, al het gelul over... Hè? Ik denk, nou, ik weet niet of ze zich daar echt volledig bewust van zijn. Maar ik denk wel dat zij zich bewuster zijn van een soort gigantisch perspectief. Dat over het algemeen niet echt leeft op social media. Je bent toch al gauw bezig met het moment... Ja, en dit ja. gaat echt over gewoon de ruimte. Niemand op Twitter zegt ooit, hey, zullen we samen naar de sterren kijken? Nee. En je dan even heel klein en nietig voelen. Nee, mensen zeggen gewoon, jij moet dood. Ja. we invite you to download them, do your own image processing, and we encourage you to upload your creations for us to enjoy and share. Mensen doen dat dus echt. Ja. En behoorlijk veel ook nog eens. Oeh. Dit soort dingen. Alien interface. Even terug. Iets er nog over. Paintball. Dat is mooi. Even op klikken. David Marriott. 25 december 2017.
Die heeft een mozaïek gemaakt. Ja, het doet me denken aan mijn overleden oom. Die had ook allemaal boeken over ruimtevaart. Vond hij heel mooi. Hij had te veel drugs gebruikt. Is dat, hangt dat met elkaar samen, denk ik? Nou, weet ik niet. Ik denk wel dat een soort verlangen naar space toch gewoon, ja... Weet je wel? Dat cliché van een stoner die van space houdt. Ja. Ik denk dat het waar is. Zeker als je dit ziet. Ja. By Jove, it's you. Er zit hier een gezichtje. Zie je hem? Woe! Mijn god. Ja, of kerstman. Of zie alleen ik dat? Zie jij dat ook? Oké. Instagrammers are sucking the life and soul out of travel. Okay. Van Rhiannon Lucy Coslett. Ja, ik zat dit te lezen en toen bekroop mij een soort irritatie. Ergens. Oh, want ik dacht al toen ik de titel las, dacht ik, oh ja, gaan we weer op de kritische tour. Hoe bedoel ik dacht je? Dat jij dit onderschreef. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ja, ik heb zoiets van, ja goed, misschien had ik hier lang over moeten Wat staat erin? Wat is de... Oké, nou, ze zegt dus, a recent trip to Sri Lanka reminded me of that well-known Buddhist proverb. If you visit a temple, but do not take a selfie, did it actually happen? Haha! Hey! Hey! En dan heb je ze meteen, hè, de lasers. Ja, met een soort halfgrap. Het is net als dat je ook vaak nog steeds dan wel eens in de Volkskrant iemand zo hoort sputteren of hoort mopperen over het feit dat mensen dan foto's maken tijdens concerten. Ja. En dan denk ik van, maar ja, als dit is gewoon dus hoe mensen dat dan waarderen. Dit is hoe mensen zich nu gedragen. Misschien is het ook gewoon een kwestie van dat je soms vermoeid bent als je iets leest. En dat je denkt van, oh ja, daar ga je weer. Dus zij is ergens, ja. Ver weg, en dan denkt ze, ik ben hier. En dan ziet ze andere mensen die maken foto's van datgene waar zij is, ja. Selfies dan. En aan de dure camera's te zien zal het wel een Instagrammer zijn. Ja. En zij denkt dan, ik vind dit niet kunnen. Dit is niet hoe ik vind dat je hier zou moeten zijn, nee. Of hoort te zijn. En dan zit ik hier te ergeren. Aan hoe zij zich heeft geërgerd aan mensen. Kijk, ze zegt ook zelf, there is of course an irony to being a tourist who is complaining about other tourists. Ja. Ja. Nou ja, goed dat ze het zelf zegt, maar dan, je had ook een soort van die ironie, een soort van kunnen doortrekken tot zelfinzicht. En dat stuk dan gewoon niet schrijven. Moet iets anders schrijven. Ik herken het wel, dat je iets schrijft en dat je in de laatste alinea denkt, ik had dit allemaal niet op moeten schrijven. Ja, het is misschien ook die ziekte die ik dan herken. En dan denk ik, misschien dat ik er te veel van mezelf in herken. Oh, je mag kiezen, ik heb nog twee dingen. Eentje gaat over paarden in het ziekenhuis. Oeh! Je begint al met spontaan te hinniken. Nou, dat vind ik leuk. Ja. En de ander gaat over Justin Timberlake, maar ik denk dat we die tweede moeten doen. Waarom? Omdat dat nu actueel is. Ja? Oké. Als we dat de volgende aflevering doen, dan... Terwijl paarden in het ziekenhuis is altijd actueel. Ja, oké. Dat is wel waar. Wacht. Man of the Woods. Don't be so quick, dude. Ik vind die oude dingen van Justin Timberlake is toch wel vet. Kun je niet omheen. Zeker. Maar nu gaat hij dus inderdaad zo op de achterkant van een pick-up truck zitten. Mm-hmm. Met een baardje. En een beetje uit de rimpels gekregen ook en zo. Hey, waar is nou dat houthakkersding? Ik dacht het deze, maar dit is de zoon van Donald Trump. Misschien heb ik inderdaad Large in mijn hoofd... adult baby. In mijn hoofd heb ik dit door elkaar gehaald. Dus misschien dacht ik dat dit de cover was van Justin Timberlake's album. Nou ja, hij heeft een nieuw liedje. Uh-huh. En dat heet Supplies. Zo heet het nieuwe liedje. En ik lag op een gegeven moment... S'nachts lag ik nog wakker. Wat je dan toch vaak wel doet, dan pak je je telefoon... En dan ga je toch gewoon weer wat dingen zitten lezen en Mooi zo. Doen. En dan krijg je weer al dat licht in je gezicht. En dan ga je al helemaal niet meer slapen. Nee. Maar in ieder geval, toen las ik een tweet van Pitchfork over dit nieuwe nummer van Justin Timberlake. Ja. Het bijschrift was alleen, this is apocalyptically bad. Dat was het enige bijschrift. En dat herinner ik me, toen ik dat niet op dat moment zit te kijken. Toen dacht ik, maar die tweet is verdwenen. Ja. Die tweet die kan ik niet meer terugvinden. Pitchfork heeft die tweet geplaatst. Of, en weer verwijderd, of ze hebben hem nooit geplaatst en ik heb dat gewoon gedroomd.
Want hij bestaat niet meer. Zwart-wit, hè? De wereld is zwart-wit. Oeh. Heel veel geld in, lopen allemaal krokodillen. Het is erg, hè? Ja. Wat is er allemaal aan de hand? Dit is helemaal niet goed. Oh. Oeh, dit is niet goed. Je ziet gewoon al dat het liedje niet best is, hè? Nee. Kijk, dat je moeder, mijn moeder die had vroeger altijd, dat begon ze aan een verhaal. Ze zei, ja, oeh. Dat begon ze aan een verhaal en dan zei ze, oh ja, dat was met die van, och, wie was het nou ook alweer? En dan ging ze een soort van 10 minuten lang nadenken over, anyway, ik ben mijn moeder. Wat wil je zeggen over Justin Timberlake? Realiseer, terwijl ik hier naar zit te kijken, is dat Justin Timberlake echt, hij is echt oud geworden. Ja. Toch? Dat is allemaal tragisch. Iemand die gewoon echt de echte voor gaat. Zeg van, jongens, ik heb een creatieve visie. Ja. En dan de mensen om me... En ik wil met die en die en die samenwerken. We gaan iets tot leven wekken wat gewoon echt resoneert bij de youth. Maar dan zegt Pitchfork, ja, dit is heel slecht. Oké, Peter, bedankt voor wat je me hebt laten zien. Ja. Ik heb lekker gecomputerd. Ik ook. Zullen we volgende week weer computeren? Ja, is goed. Oké, doei.